Ook in de afgelopen tijd zijn er weer veel eikels geraapt, die daarna als zaaieikels werden doorverkocht aan zaadhandels en kwekers of als voereikels aan varkenshouders. Maar het oogsten kan tegenwoordig ook heel wat vlugger gebeuren, dankzij een schutmachine. Staatsbosbeheer, dat twee van deze boomschudders in bedrijf heeft genomen, kan de oogst van eikels nu beter controleren, omdat men zelf de bomen kiest. En dat houdt tevens een garantie in voor de kwaliteit. Op verschillende plaatsen worden de zo geoogste eikels gedurende enige tijd opgeslagen, totdat ze gezaaid kunnen worden. Dat inzaaien gebeurt machinaal. En dankzij het gebruik van de beste soort eikels zal hieruit een hoogwaardig plantmateriaal opschieten, bestemd voor toekomstige beplantingen. Als na enige tijd de plantjes boven de grond uitkomen, zien ze er zo uit. Weer wat later zijn ze dan geschikt om te worden overgeplant naar gebieden die voor bebossing in aanmerking komen. Al duurt het dan nog wel even voordat ze deze grootte hebben bereikt. Staatsbosbeheer en particuliere boseigenaren onderhouden de bossen enerzijds met het oog op de houtproductie, anderzijds ook omdat ze een recreatieve en milieulandschappelijke functie vervullen. Overigens bestaat het Nederlandse bos voor meer dan de helft uit naaldbomen. En daar zijn er door zware stormen heel veel van gesneuveld. Mede als gevolg daarvan is in ons land de mechanisatie van de bosbouw versneld. Want het omgewaaide hout moest zo vlug mogelijk worden afgevoerd en verkocht. Deze robuuste machine neemt nu het snoeien voor zijn rekening, wat bij handenarbeid relatief de meeste tijd kost. Een bos heeft ook in de groeifase verzorging nodig. Zo moeten geregeld bomen worden weggenomen om daarmee ruimte te scheppen voor de groei van de anderen. De houthakker is ook hier overbodig geworden. Arbeidsbesparende technieken hebben het gezicht van de bosbouw radicaal gewijzigd. Voor vrijwel alle handelingen zijn tegenwoordig machines beschikbaar. En zelfs is het mogelijk om al in het bos aan de verwerking te beginnen. Zo kunnen omgezaagde of afgeknipte jonge bomen met takken en al verwerkt worden tot chips, die onder meer als grondstof dienen voor spaanplaat. Mechanisatie verhoogt de opbrengst van het bos en maakt het mogelijk om kostendekkend te blijven werken aan het behoud van het bosbestand.